We zijn hier bij de KSG. Over een paar minuten zullen de leerlingen vertrekken richting de Bosbank. Laten we eens kijken of ze er klaar voor zijn. Ben je er klaar voor? Ik denk het wel. Ik weet niet zo heel goed wat ik moet verwachten, maar ik heb er wel zin in. Ben je nog extra vroeg naar bed gegaan? Nee, niet echt. Ik heb wel lekker een beetje uitgeslapen, want het hier natuurlijk pas om 10 uur te zijn. Maar ja, ik voel me prima dus. We gaan dus naar de Bosbank fietsen. Volgens mij is dat zo'n 40 kilometer, dus dat lijkt me zo'n 1,5 uur à 2 uur heen. En dan daar denk ik even stoppen, even lunchen, pauze en dan weer terug hier naar het KSG toe. Het is natuurlijk wel heel anders dan de Alpe d'Huez. Ja, dat wel. Het is nog niet zoveel hoogteverschil, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Maar denk je dat je het vol gaat houden vandaag? Ik hoop het. Is het voor jou de eerste keer dat je buiten gaat fietsen? Nee, ik heb nu zo'n 3 à 4 keer buiten gefietst. Dus steeds elke keer 40 kilometer. Dus ja, ik heb al wel een beetje het gevoel. Maar ik moet nog wel echt veel oefenen om echt die Alpe d'Huez op te komen natuurlijk. Ik heb al wel een paar keer buiten getraind met mijn vader en met andere klasgenoten. En gisteren nog even zelf, dus ik heb al wel buiten gefietst. En is dat nou anders dan in de spinningles? Ik vind het wel een stuk leuker om buiten te fietsen dan spinnen. Want het is toch meer dat je zeg maar, een doel hebt van ik ga een bergje op en wat meer natuur om je heen. Is toch wel leuker. Patrick Groen was de gast bij een van de spinninglessen van de KSG. Hij heeft vorig jaar deelgenomen aan Alpe d'Huez. Aan de hand van een video nam hij de leerlingen mee de berg op. Ik ben inmiddels in de eerste bocht. Ik wil zien dat het vlak wordt. En dan ben je de bocht op en dan gaat het weer. Je kan afstappen, maar je zit vast met je voeten. Stilstaan is meteen onhandig. Het probleem wat je dan hebt als de zon erbij komt, dat het nog weer warmer wordt. Je gaat nog meer zweten. En dan moet je allemaal voorbereid zijn. Er zijn meerdere dingen waar je op moet letten bij dat beklimmen natuurlijk. Blijf vooral drinken. Zorg dat je niet uitrolt. Zijn dat je daar gewoon bent, dat moet je echt beleven. Ik vond het wel heel erg interessant om te weten zeg maar, hoe hij het heeft beleefd en waarom hij het doet. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Is het hem gelukt om jou een beetje mee te nemen in de sfeer van Alpe d'Huez? Ja, zeker die film heeft hij wel indruk aan gegeven. En het laat me wel een keer goed zien dat het echt niet niets is. Wat zijn je verwachtingen nu? Zijn die anders dan voorheen? Nee, niet echt. Ik ben er wel van overtuigd dat het echt hard trainen is. En dat het echt veel moeite gaat kosten om de berg op te komen. Maar we doen het voor het goede doel. Dus ik denk dat dat wel genoeg motivatie geeft om in ieder geval die berg op te komen. De leerlingen hebben net ruim een uur gefietst. Het was hun eerste testrit. Laten we Eline en Lisette eens vragen hoe het is gegaan. Ja, het was wel heel erg leuk. We hebben echt super lekker weer, dus dat is allemaal heel fijn. Alleen ik had wel een beetje problemen met mijn fiets, want de ketting was eraf gevlogen, dus toen was ik omgevallen. Dus dat was wel wat minder, maar voor de rest ging het heel goed. Het ging wel goed. Ik viel me heel erg mee eigenlijk. Ik had het erg verwacht. Zijn er nou stukken die vergelijkbaar zijn met de Alpe d'Huez? Die hebben we nog niet gehad. En er is een heel klein stukje en dat gaan we zo meteen nog heel even fietsen. Maar ja, het is gewoon puur, ze moeten weten wat ze moeten doen op een fiets. En het is puur eventjes het weten hoe je moet schakelen en het weten hoe je moet remmen. Want ja, het zijn toch wel belangrijke dingen die je moet weten voor straks. En dat kun je niet oefenen op een spinningfiets. Wat was nou het zwaarste stuk? Ja, toch wel hier het begin van de postbank gingen we toch wel even een stukje stijl. En dat was wel echt heel lastig. Toen was het ook heel lastig met schakelen, dus dat moest ik wel even aan wennen. Was het de eerste keer dat je ging klimmen? Ja, zo erg klimmen we wel, ja. Ik heb wel een beetje geklommen, maar dan niet zo snel. Zie je nou tegen de Alpe d'Huez op? Ik heb nu wel het gevoel inderdaad meer mijn benen gehad. Van, oh, je moet wel echt, als je gaat klimmen, voel je wel echt wat op je benen. Dus daar moet ik wel heel erg mee gaan trainen. Maar ik zie er niet tegenop. Maar ik vind wel echt dat ik er echt heel hard aan moet werken, inderdaad. En nu, hoe ziet jullie dag er nu verder uit? We gaan hem als het goed is gaan nog een keer opklimmen. En daarna gaan we weer terug fietsen naar Apeldoorn.
Terwijl de leerlingen verder fietsen, vragen wij Patrick naar zijn ervaring vorig jaar tijdens Alpe d'Huez. Het is een groot evenement. Je bent daar met een heleboel Nederlanders. Het is echt gewoon een Nederlands gebied waar je bent dan voor 1 of 2 dagen. En het is gewoon immens. De drukte, de gezelligheid. En dat, daar gaat het om. En daar kun je denken van, ik ga lekker een stukje fietsen, maar het is gewoon emotie. Heel veel emotie die mensen hebben. Ze moedigen je allemaal aan. Ze staan allemaal te klappen voor je. En het is gewoon geweldig om mee te maken. Het enthousiasme van alle toeschouwers. Mensen die je aanstaan te moedigen. Mensen die je toelopen te schreeuwen. Mensen die op je naambordje kijken en je naam gaan roepen. En dat is gewoon geweldig. Het is een stijgingspercentage van 10-11%. Maximaal 10,6. Maar op sommige stukjes kan het gewoon wat meer zijn. En ja, dat is het grootste risicofactor, dat je het onderschat en denkt van, ik doe dat wel even. Ja, en je moet gewoon opletten dat je jezelf niet voorbij gaat. Je moet je motiveren om 1 keer naar boven te gaan, dan moet je je opladen en zorgen dat je energie krijgt voor de afdaling. En als je dan beneden bent, dan moet je toch nog weer even snel wat eten, snel wat drinken en dan ga je nog 1 keer naar boven. En dan, ja, zodra je dan die eerste bocht door bent en dan moet je oppassen dat er geen kramp inslaat en gewoon je tijd nemen om die beklimming te nemen. Als je zegt van, ik wil het met 1,5 uur doen, ja, het kan je lukken, maar ja, als jij dan nog 1 keertje wil, dan is het gevaar dat de vermoeidheid toeslaat. En hoe kun je je daar het best op voorbereiden? Heel veel kilometers maken. Gewoon zorgen dat je kan zitten op zo'n zadel. En dat je gewoon, ja, toch wel hier wel wat bergjes beklimmen. Maar een bergje hier is niet te vergelijken met een berg daar. Want hier ben je met 500, 600 meter ben je boven. Misschien af en toe een keer 1 kilometer. Maar daar is het gewoon echt 13 kilometer stijgen. Er is geen moment dat je kan verzwakken. En je moet gewoon zorgen dat je geconcentreerd blijft. En niet dat de emotie niet de overhand gaat nemen. De leerlingen zijn weer terug. Ze hebben 75 kilometer gefietst. Eline, hoe is het gegaan? Het ging wel goed. Ik ben nu al een beetje moe, maar ik vond het wel heel erg lekker. Wat verwacht je nou van Alpe d'Huez? Dat gaat vast wel zwaar worden, want dit is nog maar een voorproefje. Dus we moeten nog wel hard doortrainen, maar ik heb er wel heel erg zin in. Zijn de leerlingen nog dingen tegengekomen die ze niet hadden verwacht? Het meest leuke is als je voor het eerst op een spinning of op zo'n fiets zit met klikpedalen. Op een spinningbike dan kun je zitten en dan kun je rustig aan, uit en dan val je ook niet. Maar als je hier even te laat bent met uitklikken, dan lig je daadwerkelijk op de weg. Meerdere keren gebeurt vandaag. Dat is gewoon een kwestie van wennen. Dus ze moeten vooral heel veel fietsen, veel op de weg gaan fietsen. Veel oefenen, schakelen. Ik heb onderweg nog even een keer het hele schakelprincipe. Zowel voor als achter, helemaal uitgelegd. Nou, dan moeten ze daarna echt heel veel oefenen. Wat verwacht je van de prestatie van de leerlingen op Alpe d'Huez? De groep waarmee we nu terug zijn gefietst, gaan allemaal in ieder geval 1 keer Alpe d'Huez oprijden. Geen enkel probleem. Ik denk zelfs een paar, die schat ik ook wel in dat ze de 2e keer met gemak redden. Dus ik ben over deze groep wel heel content. Denk je dat de leerlingen nu een beetje een beeld hebben gekregen van hoe het zal zijn op 6 juni? Dat is een lastige vraag. Kijk, er is in heel Nederland geen berg te vinden die er ook maar enigszins op lijkt. De bulten zijn allemaal te kort en niet stijl genoeg. En er was er net ook iemand die riep hier van, ja, iedereen met een gewone fiets komt ook de postbank op. Ja, dat klopt. Alleen de meeste met een gewone fiets komen niet Alpe d'Huez op. En dat is nou net het verschil. Dus het inschatten of zij dan een beeld hebben. Nou, het belangrijkste beeld is wat ze hebben. 75 kilometer op de fiets gezeten. Wat betekent dat voor de benen? Wat betekent dat met je rug? Met het gevoel? Dat hebben ze nu. Zit erop, de leerlingen gaan vertrekken. Het is een lange dag geweest. Ze hebben er veel van geleerd en ze moeten zeker nog wat gaan oefenen de komende 6 weken. Maar volgens mij heeft iedereen er heel veel zin in.